land is van O, het land is van Min. Land waar ik nou op sta. We zien achter u nu een bord met de stickers Liemers geannexeerd gebied staan. Dat is een behoorlijke term. Ja, het is een behoorlijke term. De krachtige term geannexeerd, dat is inlijven, dus toevoegen uw gebied aan je eigen gebied. En dat is er eigenlijk gebeurd. De stichting Achterhoek Toerisme die hebben hier borden geplaatst met de naam Achterhoek. Nou, het is Liemers gebied. Dat is ondoordacht en dat is ook de reden dat ik actie voer. Is dit ook echt het gevoel dat leeft onder Liemerianen? Ik denk het wel. De Liemerse die treedt niet gewoon naar buiten. Maar het liefste wat hij doet is even, ja, het is echt wel, bekijken dat wel even. Jongens, maak geen trammeland. En dat zit een beetje in ons. Maar nu wordt het een beetje te gek dat we ook nog borden hier gaan plaatsen. Aan Montferland die zegt dan dat ze zich willen profileren als Achterhoekse gemeente, omdat de Achterhoek zo toeristisch sterk is. Het is een heel sterk merk. Ja, ligt er dan niet ook wat ruimte voor de Liemers om zich wat meer te gaan profileren? Want dat gebeurt ook niet echt. Nou, daarom, ik zeg mijn uitspraak, de Liemers is de poort naar Europa. Ze hadden een combinatiebord moeten maken, Liemers Achterhoek. En niet alleen maar de Achterhoek. En er had niemand hier wat gezegd. En dat was, misschien is dat toch nog een aanzet om dat ze zeggen, ja, we herzien dit en we maken een ander bord. En dan zal de Liemers er daar niks van zeggen. Dat vindt hij dan nog goed. Dat zou wat u betreft de perfecte oplossing zijn? Ja, natuurlijk. Ik zeg, we hebben niks tegen de Achterhoek. Tegendeel. Ik bedoel, we lopen allemaal in de Achterhoek. We hebben met de Achterhoek te maken. Maar dat bord hier, dat is annexatie. En daarom zijn we daar valikant tegen. Hier in de Liemers, de poort naar Europa.